De eerste dag, en dat, dat was een paar maanden later, dat ik, uh, dat ik de bus uitstap. En dat was gewoon een druilerig gedrag ergens in, uh, in de Ardennen, in de Belgische Ardennen. Uh, en toen, maar toen realiseerde ik me, wow, ik voel me nou echt oké okay met hoe het is. Dus het was niet eens omdat er zon scheen op die dag, of, of omdat het, uh, dat ik de jackpot had gewonnen. Nee, het was gewoon, ik stapte die bus uit. Uh, uh, misschien was het... Dat wel de jackpot die ik had gewonnen, Dat ik me realiseerde, wow, ja. alle rijkdom is er al. Alle rijkdom is er al. Gewoon hier in dit moment. Los van die, dat ideaalbeeld en al die overtuigingen van wat zou moeten zijn. Gewoon hier met mezelf, in dat gevoel. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we de studio Erik Meijnster. We hebben het natuurlijk al vaker over flow gehad in deze podcast. Maar vandaag gaan we er een keer dieper op in met iemand die ons er alles over kan vertellen: Podcast of Hope, Moving Towards Happiness. Nou, leuk dat je bent. Ja. <laughs> Hoi. Ja. We gaan vandaag in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp waar jou veel bezig houdt? Uiteraard. Ja, wees hmm. een, een uh, rhetorische vraag. Maar... Ja, dus wil je dat ik nog antwoord geef? Ja, uh, ja. retorisch antwoord. Op welke geven. manier houdt het je bezig? Ik daar, uh... Nou, ik speel een voorstelling die heet Het Geluksgevoel. Ja. Er is een boek die heet Het Geluksgevoel. Uh, er is een boek hoe vind ik mijn flow, wat ook te maken heeft met ja. uh, geluk. Dus in, uh, in die zin komt geluk wel regelmatig terug in okay. mijn leven. Misschien, ja. misschien op deze manier dan? Waarom houdt geluk je bezig? Mooie vraag. Omdat ik mij als. Kind lang niet zo gelukkig voelde als dat ik, uh, als dat ik nu ben gaan herkennen in mijzelf. Mm. Dus um, ik groeide op, met name toen ik nog een jong jochje was, uh, waarin ik voelde dat er iets heel belangrijks was, wat maar niemand vertelde. Alsof er iets heel essentieels was, waar niemand het over had, alsof er iets nog niet klopte. Mm. Uh, en ik wist niet precies wat het was. Ik kan het nu ook beter benoemen dan toen, want toen was het gewoon een soort van onderbuikgevoel, iets wat ik in me droeg, maar. Dat niemand kon, me kon beantwoorden. Ik wist ook niet of de mensen om me heen wel wisten wat het was en mij gewoon niet wilden vertellen. <laughs> of dat die mensen om me heen ook niet wisten wat het was, maar het voelde gewoon alsof er iets, iets nog niet verteld werd. Mm -hmm. En, en uh, uh, ja, met dat gevoel groeide ik op. En uiteindelijk uh, werd ik ouder. Ik, ik ben gaan uh, studeren. En gaandeweg, de jaren, had ik nog steeds geen antwoord gekregen op. Wat, wat is nou dat onderbuikgevoel? Waar komt dat vandaan? Wat is de oorzaak, oorzaak van wat ik allemaal in mij voel? En toen ben ik op zoek gegaan om, uh, om dat te onderzoeken. En eigenlijk was dat uh, de zoektocht naar... Nou ja, je zou kunnen zeggen het geluksgevoel. Daarom uh, heet dat boek ook zo. Um, ja, dus daarom is geluk belangrijk. Maar op de middelbare school wist je toen ook nog niet wat geluk was? Of dacht je dat het iets anders was misschien? Nou, het was niet zozeer dat ik bezig was met de vraag: wat is geluk en hoe word ik gelukkig uh, in die tijd? M maar meer dat ik voelde: uh, er is nog iets heel belangrijks waar maar niemand het over heeft. Ja. Dus uh, ik ga wel van de lessen van aardrijkskunde naar geschiedenis naar wiskunde. En ik kom thuis en ik doe mijn huiswerk. En ik haal uiteindelijk mijn diploma. Ja. En ik voel me nog steeds leeg. <laughs> dus wat ja. is hier aan de hand? Wat, wat ontbreekt er nog? Waarom heeft niemand het over datgene waarvan ik voel dat het er wel. Volgens mij wel is. Uh, ook al wist ik nog niet wat dat dan was, wat er zou kunnen zijn. Snap je? Ja. Dus uh, daar was ik. Uh, maar wat snap. denk je dan dat de reden is dat niemand het erover heeft? Misschien omdat uh, veel mensen er niet per se vanaf weten wat dan, uh, wat dan flow bijvoorbeeld is en mm -hmm. hoe je in die flow komt. Um, maar ik denk dat een ander groot element is als je naar een uh, reguliere school kijkt, is dat daar een curriculum is en daar worden die vakken gegeven. En er is geen vak. Geluk op dit moment in dat curriculum. Dus da ja, je, je, de, als ik in die setting dat aangeboden had willen krijgen. Eh, dan had daar op dat moment een vak te zijn. wat hierover zou, uh, zou gaan. Ja. ja, precies. Ja, maar je, je, je hebt bijvoorbeeld ook geen vak buitenspelen met vriendjes. Nee. Maar dat, dat, dat doe je misschien wel. Na school, ja. Ja, precies. Want het ja. was zo: hè, op school kreeg je geen geluk, maar, of werd je niet geleerd over geluk, maar het, het werd. Buitenschool dus ook niet, niet geleerd. Weet je wat ik bedoel? Ja, nou ja, in mijn omgeving ging het er, ging het er niet over. Dus, ja. dus in mijn, wat ik vooral uh, meegekregen heb uit mijn jeugd was. Um, uh, in, in de voorstelling zeg ik dan: uh, is, is een, een gedeelte van een gedicht. Ik ben groot geworden door moedermelk. en van alles dat ik sindsdien in mijn mond heb gestopt. Maar het meest ben ik gevoed met de gedachte van tekort. Mm. Met het idee dat ik aan een beeld moet voldoen om voldoende te zijn. Met het idee dat mijn waarde afhangt van het aantal likes dat ik krijg. Yeah. Met het idee dat ik er meer toe doe als ik hoog ben opgeleid en dat ik pas compleet ben met een partner aan mijn zij. Met het idee dat rijkdom af te meten is aan wat ik bezit. Met het idee dat een ander mens mijn meerdere is. Met het idee dat ik mijn eigenheid moet vrezen omdat ik er niet meer bij hoor als ik mezelf uit ga spreken. En al die ideeën die hielden mij gevangen. Want ik wilde wel leven, maar ik zat geketend aan die gedachten. Aan bedenksels, aan illusies, aan fabels, aan waanbeelden en verzonnen verhalen. Want al die ideeën ze bestaan alleen in mijn hoofd. Ze zijn geen waarheid. Ze zijn wat ik geloof. Maar ik geloofde dus ze wel. Want bij mij op school, in mijn omgeving, op televisie, was het altijd gegaan over dat ideaalbeeld. En als ik daaraan zou voldoen. Dan zou ik er toe doen in deze wereld. Dus ook succesvol zijn, dus ook zekerheid hebben. Zou ik veilig zou ik erbij horen. Dus ja, ik, dat was de wereld. En, en ik, was, ik was hard op weg om aan dat ideaalbeeld te voldoen. Maar ik moest daardoor wel ontzettend veel van mezelf. Ik was alleen maar bezig met: oké, okay, dan, dan heb je dus een hoog diploma nodig en een vriendin. Want dan, dan hoort er ook bij. En, ja. Je moet er goed uitzien, dus uh, sixpack is belangrijk. En uh, uiteindelijk een, uh, een bankrekening die explodeert. Dus vooral gefocust op al die elementen... waardoor je dan aan dat ideaalbeeld gaat voldoen. Um, ja, daar ging het over. Ja, ja. allereerst <laughs> mooi gezegd trouwens. Ja. Ik vind als ja, dingen ja. rijmen dan... dan... Komt er toch wel wat, uh, wat dieper dan binnen. Dat moet het waar zijn. Dat moet het waar. Een per dag geeft de dokter een lach. Ja, dat dus ja. moet het ja. waar zijn. is ook in dit ja. geval trouwens. Oh, ja, nee, maar dingen komen toch wat dieper binnen. Maar goed, um, ja. nu ben ik even vergeten wat ik wilde vragen. Oh ja, ja, dingen. Je had dus dat ideaalbeeld je, in je jeugd. En ja. dag al, weet je dacht al. werd jou verteld dat als je daaraan voldoen. Dan, 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 dan zit het allemaal goed. Maar dat was dus helemaal niet zo. Maar. Of tenminste, dat was voor jou niet zo? Ja. Um, denk je dat dat, is dat... Geldt dat voor iedereen? Of denk je dat er ook mensen zijn... wie, wie juist heel, heel graag gewoon ergens naartoe streven... en dan daar komen en dat dan hun leven daar is? Zo'n soort van... Ben je creatief? Of? Ik heb geen idee. Ik ben niet iedereen. Wat, wat ik mij op een gegeven moment uh, uh, realiseerde... nadat ik klaar was met mijn studie was... Oké, okay, dit is het voor mij in ieder geval niet... want ik voel me nog mm. niet bevredigd. Ik voel me niet vervuld... door, ja. door aan al deze idealen te voldoen... Of in ieder geval daar naar op weg te zijn. Um, en ik was dit aan het uitpluizen op mijn studentenkamer. Dus ik had daar een prikbord hangen. Uh, en daarop, ja, daarop was ik wat daar in mij gebeurde. Dus al die overtuigingen die ik zojuist opnoemde, die, die prikte ik op dat prikbord. En zo was ik mezelf aan het ontcijferen eigenlijk. En, en ik was bijna klaar met mijn, uh, met mijn studie toen ik naar dat prikbord keek en al die papieren eraf trok. En ik schreef drie woorden op papier en die drie woorden die prikte ik erop. En die drie woorden waren communicatie, sporten. Een avontuur, communicatie, het vertellen van verhalen, sporten, fysieke voldoening, avontuur, mijn nieuwsgierigheid. En toen keek ik naar dat prikbord. En toen merkte ik, wow, dit zijn, dit zijn woorden die ik heb opgeschreven, waar ik enthousiast van word, waar ik energie van krijg. Ja. Dus geen dingen die ik moet van de omgeving, het ideaalbeeld en inmiddels ook van mijn eigen hoofd. Maar uh, dingen waar ik aan van ga. Waar ik uh, noem het een intrinsieke motivatie of een uh, innerlijk vuur. En ik ben dat dus uh, op een gegeven moment de stem van binnenuit genoemd. Datgene waar ik van nature naartoe beweeg. Ja. Um, en, ik, en, en dat voelde voor mij. Uh, ik, ja, ik kreeg er energie van. En dat ja. was iets wat ik in die, in die jaren daarvoor nooit had gevoeld door bezig te zijn met dat ideaalbeeld. Dus dat voelde, voelde zo'n uh, kanteling en een shift. Uh, en ik heb op dat moment ervoor gekozen om mijn leven te baseren op die stem van binnenuit. In plaats van dat ideaalbeeld. Yeah. En het kan best zijn misschien dat als jij je stem van binnenuit volgt, dat je uiteindelijk toch nog aan dat ideaalbeeld voldoet. Yeah. Maar dan is dat ideaalbeeld niet het uitgangspunt. Dan is de nee, stem exactly. van binnenuit. de. Uh, uh, ja, dat, was, dat werd mijn basis. Uh, en dat was uh, spannend voor mij. Uh, want dan, ik ging iets doen wat. Uh, ja, waar mij ook nooit over was verteld dat het bestond. Dus ik sprong in het diepe. Voor mij was dat een, een nieuwe hoofdstuk. Uh, maar blijkbaar was het ook spannend voor de omgeving. Want, want ik ging ook iets doen waarvan mijn omgeving dacht... ja, maar daar is geen zekerheid. En, hmm, ja. en, en je hebt nou een diploma, daar ga je toch iets mee doen? En ja. Ja, wil je dan geen gezin? Of uh, kies je voor zo'n onzekere toekomst? Uh, dus ja, dat was, het was een hele uh, shift. En blijkbaar ook wel een... Uh, ja, ja, ik denk dat mensen ook wel een, misschien een beetje jaloers zijn. Dat ze dan denken, hm. oh die gast die, uh, die volgt zijn hart. Dat als ik zie die foto net waar je de pannenkoekie in Italië doet. Nou, ja. daar ook niet jaloers van. Maar dan denk ik wel van, ja, dat, dat is een wel... Beetje, wel uh, toch? Wel een beetje. Dat is wel de life. Ja. Dat, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen dat wel zouden willen inderdaad. Maar denk ik je kies. niet dat het de bedoeling is dat je dit, dit gelukspad voor jezelf uitzoekt... in plaats van dat je het krijgt door je ouders of door een school met bijvoorbeeld een geluksles. Uh, Absoluut. Nou ja, kijk, uh, ik, iedereen alleen ik kan ervaren wat mijn stem van binnenuit is. En jij kan alleen ervaren wat jouw stem van binnenuit is. Dus ja. in dat opzicht heb je helemaal gelijk dat je als mens individueel die reis te begaan hebt van, oh wow, en waar word ik dan enthousiast van en wat gebeurt er als ik daar dan iets mee doe? Maar wat we volgens mij wel kunnen creëren met z'n allen. is een wereld waarin we elkaar uh, inspireren, ondersteunen. motiveren om daarnaar op zoek te gaan in onszelf. en vanuit daar de wereld aan te vliegen. Ja. Uh, in plaats van het te hebben over een ideaalbeeld. wat eigenlijk als een wolk van afleiding is. want daar gaat het helemaal niet over. Uh, waar word jij eigenlijk blij van? <laughs> waar word jij enthousiast van? Um, ja. dus, dus op het moment dat we daar meer en ruimte en aandacht voor hebben, uh, dan ik ben het helemaal met je eens. Dan is het nog steeds een individueel proces. Ja. Uh, maar dan leven we wel in een wereld waar daar uh, de ruimte voor is om dat te onderzoeken. Ja, precies. richt de wereld meer in op een manier waarbij die reis naar binnen als het ware gefaciliteerd wordt in plaats van in de weg wordt gezeten. Ja. ja. Nou, ja dat is nog best wel lastig, denk ik, om erachter <laughs> te komen wat je nou echt wilt. En wat om, om zo van inhoud ja. niet te komen met die, met die stem. Nou. Ja hoe, ja, hoe doe je dat? Ja. Of is het een grote vraag? Nee, dat, hey, kijk, ik, ik wist het ook niet. Ik had op dat moment had ik die drie woorden. Ja. En, uh, en toen ben ik daar maar gewoon iets mee gaan doen. Dus ik, ik wist ook niet van wat, wat is dit precies en hoe werkt dat? En uh, ik had die woorden communicatie, sport, avontuur. Die ben ik gaan combineren. Toen kwam er wat uit. Uh, in eerste instantie was dat... Uh, ik ging reizen met mijn backpack. Dus dat was uh, avontuur en sport. Ja. En ik dacht, als ik daarover blog, dan heb ik... Alle drie gecombineerd, ja, ja. Hè, communicatie erin. Um, dus ik ben gaan bloggen over dat fietsavontuur. Uh, en dat was dan mijn eerste stap. En vanuit het een kwam het ander. Um, kort daarna werd ik reisleider op fietsvakanties. Dat lag we wel een beetje in het verlengde. Dan we ja. werd ik reisleider op wintersport. Zat ik mm. ineens zes maanden in dit sneeuw. Um, en dat ontvouwde zich eigenlijk zo als vanzelf. Dus ik, uh, ik ontmoette iemand en daaruit ontstond het volgende. En daaruit ontstond het volgende. En ik voelde wel van wow, dit is... Dit is interessant. Mij was eigenlijk verteld: richt je aandacht op de externe zekerheden en, en hou je daaraan vast, want dan ben je veilig in het leven. Maar het tegenovergestelde bleek nu voor mij waar. Ik, ik richtte me volledig op mijn enthousiasme. Ik sprong in dat diepe wat ik superspannend vond. En het bleek vanaf dat moment als vanzelf te ontvouwen. Dus ja. Ik ontmoet iemand en dat ontstond en dat ontstond en dat ontstond. Ik: wow. Dus. dus uh, dit is fascinerend. Dat, dat, dat mijn leven in een soort van flow kan voltrekken. Terwijl. terwijl nooit iemand mij hierover heeft verteld. Dat het ook zo kan. Ja. Dat je je leven mag, mag inrichten op basis van je enthousiasme. en dat het dan als vanzelf gaat. Hoe, hoe kan dat? Dat wij elkaar daar nooit over hebben verteld. Want dat is wat jij bedoelt met flow. Het feit dat uh, op het moment dat jij, laten we zeggen. je goede pad vindt. het leven zich vanzelf ontvouwt. Ja, voor mij is dat. Um, voor mij is dat wel wat, wat uh, Flow zeker nu is. Mm -hmm. uh, in die tijd dat ik fietste, um, had ik ook een hele sterke associatie met Flow als de ervaring op de fiets. Dus als je iets doet wat je heel graag doet, waar je heel graag mee bezig bent, ja. dan kun je in dat moment verdwijnen, dan kan je kan jezelf weer verliezen. Dan is het ineens een paar uur later, dan vergeet je te eten. Ja, uh, dat is wat ik dacht. Dat ja, nou ja, dat, die ervaring, ik had dat heel erg op mijn fiets. Uh, ja, flow ervaring op die fiets. Dat is een uh, second wind, uh, laten we zeggen. Ja, ja. En, en, en ik, ik kon dan inderdaad, dat was ook in die tijd, uh, die eerste jaren nadat ik in dat diepe was gesprongen met enthousiasme achterna, zat ik heel veel op die fiets. En, en ik ervaarde daarvan, wow, ik kan gewoon twee uur lang een berg op fietsen en dan ben ik boven en dan heb ik tien minuten gefietst. Ja. Zo voelt het. Wow, dit is interessant. Kan ik me trouwens niet voorstellen. Maar. Nee, het is ook niet alleen nee, bij nee, fietsen dat je dat eigen, als je die flow hebt. Ja, ja gelukkig. En, en, maar ik, 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 ik voel me toen af, stel je nou voor, hè, dat je in plaats van dat je nou één berg fietst en dan die flow ervaart, dat je dan zo lang mogelijk achter elkaar fietst en die flow ervaart. Waar kom je dan uit? Wat is de kern van die flow-ervaring? Wat okay, de basis ja. ervan? Dus ik, ik kwam al in dat moment, dus ik voelde wel van: wow, dit is interessant. Uh, maar ik kon dat nog niet helemaal pakken waar dat dan vandaan kwam, zeg maar. En ik, ik wilde dat onderzoeken. Dus mijn nieuwsgierigheid oh, bracht mij op een gegeven moment bij uh, La Route des Grandes Alpes. En dat is dus een route van het meer van Genève naar de Middellandse Zee. Over 14 Alpenbergen en 650 kilometer lang. En toen ik die route ontdekte, wow. toen zei alles in mij. Moet je doen. Dit ga ik doen. Weet je, dat ja. was weer dat enthousiaste gevoel in mij. Dat die stem van binnenuit die zei: Oké, okay, dit wil ik. Ik wil 650 kilometer over 14 bergen fietsen. in één keer zonder te slapen. Oh, ze wacht zonder te slapen. Ja. Oh, dat. Die, die, had, die, die, had, die Ja, ik wist niet dat die dat ook. Was. Dat is een echte ah, werk, Cliff. Ja. Ja. Zo, dat is wel uh, heftig. Man. Ja, dat was. Kun je, ben dan, okay, misschien ben ik gewoon een watje. Maar ik kan me niet voorstellen dat je 650 kilometer zonder te slapen fietst. als je dan nog gewoon flowen. Ik zou nou echt echt helemaal bed gaan. Ja, of yeah? flow is gewoon slaaptekort. Zeg, ik ga hallucineren. Hoe was dat dan? Zat je 650 kilometer in een flow? Nou, wat ik me, wat ik me realiseerde was... Um, dus, dus als ik fiets zit ik in die flow. Maar er waren ook momenten... en dan had ik bijvoorbeeld pijn aan mijn benen. en Op het moment dat mijn aandacht daar naartoe ging. Ja. En, en ik dacht, oh nee. Uh, kwam ik in een soort zelfmedelijden terecht. Ja. En slachtofferschap. Nee, hoe lang is het nog? En... Uh, dan ging ik nadenken over hoe ver het nog was. En dan was de flow meteen weg. Ja. En dat kon dan uh, 100 meter duren. Dat ik met die gedachten bezig was. En die 100 meter, die leek dan ook meteen een uur te duren. Want dat, dat is zo'n intens. Maar vervolgens fietste ik daar weer doorheen uit die gedachten. Ja. En was ik weer in het moment, vrij van die gedachten. En dan zat ik weer in die, in die flow. Dus wat ik, wat ik tijdens die tocht, en ik, ik had dat daarvoor ook gemerkt, als ik nadenk, dan ben ik eruit. Als ik vind dat het anders zou moeten zijn, als het leven anders zou moeten zijn dan het is, dan ben ik uit de flow. Hmm. Als ik daar niet mee bezig ben, als ik gewoon kan accepteren wat er nu is en daarmee ben, dan is er flow. Hmm. En wat er, wat er eigenlijk gebeurde toen ik wegfietste voor die tocht. Kijk, als ik één berg fiets, dan kon ik bedenken: oké, okay, dit is over twee uur, is dit klaar. Als je veertien bergen achter elkaar gaat fietsen, ja, ik kon me echt niet voorstellen hoe dat dan zou zijn. Dus ik kon ja. niet nadenken aan het einde. Mijn hoofd kon niet denken aan het einde. Dus ik, ik kon niet anders dan in dit moment zijn. Dat was dan wat er was. Dus, dus eigenlijk fietste ik meteen weg in die soort van. Ja. Ja. Hoe Doe. lang heb je er ook over gedaan joh? Ik heb 36 uur uh, gefietst. Zonder oh, te slapen, ja. verschrikkelijk. Ja. Ja. <laughs> ik wel, uh, heel gaaf trouwens. Wat ja. je zegt ja. over dus wanneer het zo'n groot einde is, dat je dan uh, ja. niet be bezig bent met het einde. Want dat heb ik bijvoorbeeld als ik een heel dik boek lees, als ik een boek lees. Dan denk ik heet van oh ik kan niet wachten tot die uit is omdat ik dan weer een, wijze, een boek kan afstrepen van mijn lijst. Yeah. Als ik echt een heel dik boek lees, dan denk ik van ja het gaat toch ziek lang duren voordat ik klaar ben. Dus, dus dat ik, doe ik me niet. <laughs> dus ik, ik hoef niet heten te stressen. Dus ik kan gewoon lekker lezen oh. en dan kan ik helemaal. Dat is hetzelfde uh, idee. Die, die ervaring had ik met die fietstocht. Ja. ja. Echt neer, bij neerleggen van dit is wat het is. Ja. ja. Dat voelt wel goed denk en ik. En ja. uh, dat voelt als een hele ontspannen uh, vanzelfsprekende ervaring paradoxaal dat ook mag klinken bij het fietsen van 14 bergen, ja, maar dat was ja dat was wel de, de, de diepere uh, energie die ik voelde tijdens het fietsen in die, die ja. staat ja en um, het, het is niet zo dat ik ik heb er langer over gedaan dan 36 uur want ik stapte ook wel eens af om uh, pasta of spaghetti te eten ja, en dan ja. werden mijn benen gemasseerd en dan had ik weer koolhydraten en dan kon ik door ja. um, en ik kwam op een gegeven moment na 18 uur fietsen kwam ik op de Col du Galibier uh, terecht midden in de nacht. En toen had ik het zo koud. En toen uh, ben ik in een gouden warmtedeken gelegd. En toen heb ik daar een uur liggen rillen van de kou. Dus ook dat zo, als, oh. al dat soort dingen zijn ook gebeurd. Dus het, is, het was niet... Uh, het was ook een avontuur naast dat het 36 uur fietsen was. was het, daarnaast is er ook nog van alles gebeurd tijdens die... Uh, Je moet er niet een helemaal romantisch beeld van hebben, als het ware. <laughs> <laughs> ook, ook het rillen in, de, in het warmtedeken hoort erbij. Ja, piek en dalen. ja, Het was, het was wel... Uh, ja, en, en voor mij um, um, ook het rillen in de kou, wat, wat flow maakt, is uh, kan ik op dat moment zijn met wat is? Of, ja. of, word ik, uh, of heb ik er weerstand tegen? Dus op het moment dat ik, uh, als ik daar lig, ik had daar niet eens energie voor om daarover na te denken. Maar vind, nee, ik moet doorfietsen en uh, oh, waarom kan ik dit nou niet? Of uh, het lukt niet, ik moet naar huis. Ja, dan is de flow weg. Uh, ja. Maar ja, als ik daar lig met, ja, dit zijn de rillingen. Dit is nu wat er is. Ja, dan, dan, dan ontvouwt het zich, ja. Ja, zijn met wat is. Dat is uh, wat voor jou flow is. Ja, ja. ja. En is dat dan hm. die oude definitie van flow? Want je zei dat er zo van een nieuwe definitie was gekomen... die je over je hele leven wil toepassen. Ja, wat interessant was... was dat ik dus uiteindelijk... uiteindelijk na al die pieken en dalen... kwam ik aan bij die Middellandse Zee. En, uh, en uh. toen realiseerde ik me wel van... wow, als ik 36 uur kan fietsen over 14 bergen... als ik die stem van binnenuit volg... iets waarvan ik... Uh, zelf nauwelijks kon bedenken wat dat dan was. Uh, ja. Iets waarvan uh, de bewegingswetenschapper met wie ik samenwerkte uh, zeer de twijfels had of, of, of ik daar wel toe in staat zou zijn. Hij zei, en dat is, dat is uh, ik kan hem niet exact quoten, maar tijdens de première van de documentaire die over deze fietstocht is gemaakt, zei hij: um, Ik wist niet dat je op basis van intrinsieke motivatie tot zoveel meer in staat zou zijn dan de data zegt. Hmm. Dus uh, voor hem was het een eye-opener. Dat, je, dat die intrinsieke motivatie zo sterk is. En dat was wat het mij ook had laten zien. Van wow, op die, als ik die stem van binnen uitvoer, dan, dan, dan is de potentie eindeloos. Het is een beetje als zo'n moeder... die dan de auto van, ja. van haar kind kan optillen. Of zo. Ja. ja. Gewoon dat, je, dat er een, een kracht door je heen stroomt... Die, uh, die, die, die ondenkbaar... die letterlijk ondenkbaar is... want we denken dan beperkt... maar die overstijgt het denkbaar. En... Dus ik, ik, daarmee kwam ik uh, uit die tocht. Wow, die stem van binnenuit. Maar ik, ik volgde die stem van binnenuit op dat moment veelal op de fiets. En anders zat ik in die flow. Hmm. Tja, maar stel je nou voor dat ik mijn leven zo in kan delen... dat ik niet alleen op die fiets die flow ervaar... maar dat ik uh, elke dag kan opstaan en, en kan gaan slapen in die flow. Dat ik, dat ik mijn leven... Ik noem dat leven per kwartier. Dus dat ik, uh, dat ik mijn leven zo in kon delen... dat ik af kon stemmen op die stem van binnenuit... en op basis van die manier door het leven kon bewegen. Hoe zou dat dan zijn... Dus niet alleen maar in die fietstocht, ja. maar in, in mijn leven. Um, en toen... Ja, ik plaats nog foto's terug zitten kijken. Het, het is bizar snel gegaan. Ik was twee weken terug na naar, naar die fietstocht. En toen uh, had ik mijn Volkswagen T3 al gekocht. Ik had mijn, uh, de, de, het appartement waar ik in woon had ik opgezegd... en alle spullen verkocht. Um, en dat was de manier waarop ik uh, voelde dat te gaan ervaren. Dus uh, oké, okay, ik verkoop al mijn spullen... Uh, ik zeg de huur op, ik ga in die bus wonen, ik bouw daar een bed in, ik rij weg. En op dat moment heb ik even geen verwachtingen en verplichtingen. Is er niets wat ik hoef? En kan ik me volledig overgeven aan ja, wat er dan nog wel is? Aan die stem van binnenuit. Ja. En, en ik was zo nieuwsgierig. Want stel je nou voor dat je niets hoeft in je leven, dat je niets hoeft. Wat gebeurt er dan? Wat ga je dan doen? Blijf je dan de rest van je leven op een stoel zitten? Uh, of ga je toch bewegen? En wat ga je dan doen en hoe voelt dat dan? Mm -hmm. waarom, waarom kom je dan in beweging? Ik vond het zo'n. Ja, ik ging daar zo van aan, van die vraag, was zo nieuwsgierig naar nou, ja. dat, dat het antwoord ook. En het avontuur trok mij. Eh, en ik, ik was nieuwsgierig naar die stem van binnenuit. Ja, dat ik vervolgens maar in die bus ben gestapt en, uh, en ben weggereden om te ervaren wat er dan gebeurt. Dus wat gebeurt er als je je overgeeft aan. aan ja, die, de stilte die er allemaal staat, de, de, de stem van binnenuit. Maar het is dus niet voor jou een hypothetische vraag, wat als er niets hoeft. Maar jij, ben je, ben je, daar over, um, ben je het daarmee eens dat er niets hoeft? Nou, in dat moment, dus waar ik, ik had een situatie voor mezelf gecreëerd waarin ik niets hoefde. Dus ik had wat geld door de spullen die ik verkocht had. Ja. Uh, ik had die bus, ik was weggereden. Um, en uh, ja, dat was de situatie. Dus ik, ik, ik had voorlopig niks om mee bezig te zijn. En, en, en wat interessant was, het eerste wat er gebeurde, ik reed weg. Ik parkeer mijn bus in uh, Dijon. Het regent buiten en uh, de tranen druipen over mijn wangen. En ik ben enerzijds, voel ik de, de, de vrijheid die ik ben ingereden. Ik voel van wow, wat een magische ervaring ja. dat, ik, dat ik me zo heb kunnen, dat ik dit doe. Wat vet. En tegelijkertijd. Oh, tranen van vreugde. Ja, ook, tranen ja. van vreugde. Maar ook ja. tranen van. Um, uh, ja, wat is het? Het conflict in mijn hoofd. Want wat er ook gebeurt zodra ik die leegte binnenrij is. Ja, maar wat vind je vader hiervan? En ja, maar je hebt nou een diploma, daar moet je iets mee gaan doen. Ja, maar. Uh, weet je, al die, de, dat ideaalbeeld. Ja. waarmee ik in, in ik was opgevoed. dat werd ineens uh, super hoorbaar door uh, in die leegte terechtgekomen dus alsof weet je dat ideaalbeeld is een soort trein waar je wordt ingezet als je jong bent en die trein die rolt. Ik was uit die trein gestapt, maar die trein die ging in mijn hoofd nog steeds door. Ja. Uh, en dat was zo'n ja is zo'n merkwaardige ervaring en om dan maar gewoon um, in die bus te blijven zitten in het nee ik hoef niets alles is er nu het is het is oké okay. uh, en die trein te zien maar dan niet in mee te gaan uh, en dan ja steeds meer uh, ja, de rust te ervaren in dat het al oké okay is. En de, de, de eerste dag, en dat, dat was een paar maanden later, dat ik, uh, dat ik de bus uitstap. En dat was gewoon een druilerig gedrag ergens in, uh, in de Ardennen, in de Belgische Ardennen. Uh, en toen, maar toen realiseerde ik me, wow, ik voel me nou echt oké okay met hoe het is. Dus het was niet eens omdat er zon scheen op die dag of, of omdat het... Uh, dat ik de jackpot had gewonnen, nee, het was gewoon, ik stapte die bus uit. Uh, uh, misschien was dat wel de jackpot die ik had gewonnen, dat ik me realiseerde, ja. wel, alle rijkdom is er al, alle rijkdom is er al. Gewoon hier in dit moment, los van die, dat ideaalbeeld en al die overtuigingen van wat zou moeten zijn, gewoon hier met mezelf in dat gevoel. Maar had je niet het gevoel dat je iets was verloren door dat ideaalbeeld los te laten? Nou, dat dacht mijn hoofd misschien, zeg maar. Want die was natuurlijk, uh, die, de, daar was wel een soort van angst van... oh nee, en wat als ik niks met mijn diploma ga doen? Ja. Oh nee, nu zit er een gat op mijn cv. Weet je wel, dat ja. soort... Uh, uh, ja, ja ik, ik weet ik heb daar niet naar uh, geen gehoor aangegeven, Dus ik heb het gezien voor wat het was. Naar gekeken en ik ben blijven zitten. Um, nou ja, en de rijkdom die ik, uh, die ik uh, voor terugkreeg, was het gat in mijn cv wel waard. Ja. Ja, 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 ja. Ook al wist ik nog niet dat dat zou ontstaan. toen ik daarin ging, maar het voelde wel als. Uh, ja. Ja. ja, en denk je dat dat zo had moeten lopen? Of heb je daar gewoon geluk mee gehad? Ja, het is toch een podcast van geluk, hè? Ik, <laughs> ik, uh, nee, ja. voor, <laughs> voor mij. Kijk, het enige wat ik kan doen als mens. is uh, de keuzes maken zoals ik ze maak. Ja. En, uh, en uh, wat ik ter beschikking heb, is. Uh, mijn lichaam en het inzicht dat ik heb in wat er in dat lichaam gebeurt. Um, in bepaalde mate. En op basis daarvan kan ik mijn keuzes maken. En, en, en wat ik zie, wat er gebeurt. is als ik ervoor kies om me af te stemmen op mijn enthousiasme. in plaats van het ideaalbeeld. dat het leven zich op deze manier ontvouwt. en er ontstaat weer iets nieuws. Ja. En ja, ik, als, je, als je niet weet. ik denk als je niet weet wat er gebeurt. op het moment dat je je afstemt op je enthousiasme. en mm. dat het leven zich dan zo ontvouwt. Is dat je makkelijk kan zeggen, maar oh, je hebt altijd geluk. Uh, maar voor ja. mij voelt het veel meer als. Uh, nee, ik stel me open, er stroomt iets door me heen. En wow, kijk wat er zich ontvouwt. Het is een, eerder een soort van staat van overgave en openstaan. Mm -hmm. En op basis daarvan meebewegen. In een vertrouwen dat er telkens weer het juiste op mijn pad komt. Ja. En um, ja, dat kan er, als je dat zelf niet zo ervaart, uitzien <coughs> als geluk. En voor mij voelt dat als. Uh, ja, de, de. Een soort van grondelijke interventie. Ja, ja dat is het. Het is een soort van de, de enige juiste weg. Zo een soort van: Bam, dit is het pad. Lopen maar. Ja. 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 Een, ja, we een beetje hebben, taoïstisch, bijna, of zo, hè? zou ik moeten zien. Ja, we hebben het nu veel over uh, flow gehad. In, op welke manier staat dat in verhouding tot geluk? Als jij, jij vraagt: hoe vind ik mijn flow? Is dat hetzelfde? als vragen: hoe word ik gelukkig? Nou, voor mij. Deze ervaring, dus, dus in uit die bus stappen en ja. voelen, wow, alles is er al. Nou, dat is voor mij echt de, 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 de diepste ervaring van geluk. Okay. Uh, daar zit zoveel, voor mij zit daar zoveel vreugde en rust, vrede, uh, verbondenheid ook in. Ja. Uh, openstaan voor alles wat er is. En tegelijkertijd, wat, wat ik daar ook in voel, in die rust, in die stilte, is een, is een soort van vanzelfsprekende beweging. Dus de stilte is niet stil. Daar zit een soort van beweging in. En, en uh, nou ja, dat noem ik dan de stem van binnenuit. Je kan dat intrinsieke motivatie, enthousiasme noemen. Dat is een soort van beweging in van die, de richtinggever. Uh, en op het moment dat ik daarop beweeg... of dat nou op de fiets is of, of in die bus... gewoon meebewegen met die stroom... Uh, ja, dat is dan de ervaring van flow. De, de, het, het voltrekken van het leven in flow. Ja. Uh, en voor mij is dat een... Uh, ja, een, een zalige staat van leven. Ja, ja wat, wat er gebeurt, bijvoorbeeld, een, een voorbeeld uit mijn, uit mijn busleven, uh, hoe dat zich dan ontvouwt. Op een gegeven moment dacht ik, had ik zo'n soort romantisch en idyllisch beeld om mijn bus te parkeren, helemaal op de grid in de bossen, ver weg van de buitenwereld. Want ja, dat. Ja. Dat zie je dan wel eens in films of zo. Klinkt wel gaaf ook trouwens. Klinkt Sorry. wel gaaf toch, ja. Dat zie je ook in horrorfilms. Die, ja, ook. <laughs> ja, dat, die heb ik iets minder gekeken waarschijnlijk. Nee, ik, reed, ik reed weg ik, en ik reed uh, in de Belgische Ardennen En op een gegeven moment, het was al wat schemerig. En ik zie links een, 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 een paadje het bos in rijden. En dat was een tractor spoor. Totaal niet geschikt voor mijn Volkswagen T3. Maar ik, ik keer toch daarheen en ik, ik rijd dat pad in. En ik rijd kilometers lang over die weg. Ik rijd echt naar het midden. Van nowhere naar die bossen, en op een gegeven moment zie ik aan de rechterkant een soort van plateau. Ik denk: Oké, okay, daar ga ik mijn bus neerzetten. Dus bij de eerstvolgende mogelijkheid om mijn bus te draaien, uh, trek ik aan mijn stuur en hoor ik: oh. en Het had de hele dag geregend, Weggezakt. en ik rijd vast in de modder. Oh. En dan zit je dan. En het en de het schemer, die het werd echt donker op dat moment, en het regende nog steeds, en ik ik achteruit. Vooruit, nee, ik kon er gewoon echt niet uit. Ik, ik om me heen kijken en denk, waar zijn hier stenen? Nergens. Waar zijn hier takken? Dus ik nog takken onder, op die modder gelegd achter mijn bus. om te kijken of ik dan grip zou hebben en eruit zou kunnen komen. Maar uh, ook, dat, uh, ook dat ging niet. En, en op een gegeven moment, na, na ook nog die bus geduwd te hebben. wat natuurlijk ook niet kon. Uh, kwam een soort van realisatie en acceptatie. het besef: uh, oké, okay, dan slaap ik hier. Dus ja. er was eerst heel veel weerstand tegen wat, wat is. Het moet anders zijn, ik moet hier weg. En toen kwam een soort van de acceptatie. Oké, okay, dan, dan slaap ik hier. Hmm. En op het moment dat ik mijn uh, gaspitje pak, mijn keuken... en die neerzet in mijn bus... zie ik ineens van nog veel verder in de bossen een licht. En ik denk, wie loopt hier in het donker, in de regen... met een zaklamp door het bos in de middle of nowhere? Ja. En, en ik kijk naar dat licht, en dat licht wordt groter en komt dichterbij. En even later realiseer ik me: Dit is, dit is geen mens, dit is iets groters. Dus ik, ik ga naar, de, naar dat tractorsporenpad toe. Ik steek mijn hand vooruit. En ik, ik hou tegen wat er aankomt. En ik zie echt een gigantische tractor verschijnen. En ik zeg tegen die Franstalige boer die erin zit: Jij een probleem? Hij, hij zegt zoiets van: Ja, dat zie ik ook wel. Ja. <laughs> en, en hij heeft dus voor op die gigantische tractor. Heeft hij een reusachtige sleepkabel? En hij sleept mij ja. uit, uit, uit die modder. En hij uh, bevrijdt mij, zeg maar. Ja. Dus wat, wat dit voor mij uh, en dit, dit soort situaties zijn, er constant gebeurt. Dus uh, wat dit voor mij wil zeggen is: op het moment dat ik weerstand heb tegen wat is, dan zit ik vast in de modder. Dan, dan, uh, dan kom ik er niet uit. Dan ben ik aan het klokken en vechten en, en bewegen. Maar dat, het vloot niet, het stroomt niet. Ja. En op het moment dat ik in die acceptatie kom. Oké, okay, vrede met wat is, bam. Uh, ja, dan ben ik vrij. Dat is. Ja, het is die weerstand die je uit de flow houdt. Ja. Ja, zou, je, zou je zeggen dat we tegenwoordig in een, in een, ja, vinden we zo stom, in een maatschappij? Um, een een flowloze maatschappij. Ja, nou, niet flowloos, maar een maatschappij die ons niet echt. Uh, in een flow laten zijn? Nou ah ja, wat, kijk, volgens mij is, zoals ik het er, nu ervaar, is flow onze natuurlijke beweging. Dus van nature, als wij van nature afstemmen op die stem van binnenuit, ja. dan, dan voltrekt ons leven met dit soort dingen, in flow, met, met dit soort uh, uh, synchroniciteit, uh, op deze, op, met die staat van, uh, van openheid en, en verbinding. Um, maar daarvoor heb je wel af te kunnen stemmen op die stem van binnenuit. En zoals ik mijn schooltijd heb ervaren. Uh, en zoals ik net ook deelde, eigenlijk in mijn jongere jaren ook televisie, ook in mijn omgeving. Mm -hmm. is daar vooral het ideaalbeeld belangrijk. in plaats van die stem van binnenuit. Dus. Uh, ja, het, ja, als je het hebt over een flowloze samenleving. Ja, er, er is in ieder geval geen aandacht voor in, in, uh, in die settings. Ja, wat zou je zeggen dat wanneer jij met die stem. Uh, synchroon staat, dat je dan ook niet meer uit je flow kan worden gehaald. door Bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld als ik in een flow zit, kan ik best wel makkelijk uit worden gehaald door uh, social media als ik weer een notificatie krijg van een elm. Mm. Alsof ik dan even wakker word. Of zo. Ja. Ben je daar, word je dan ah, nog een ja, beetje. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel afleidingen. Ja. Je, de wereld is eigenlijk één grote spel van verleiding, waarin er allerlei afleidingen zijn om, ja. je, om je telkens maar. Uh, uit die uh, stem van binnenuit, uit die flow te halen, uit je, uit je natuur. Uh, telkens weer afgeleid en ergens in opgaan, uh, en maar niet luisteren naar. En, uh, en je kan jezelf natuurlijk ook beperken om daar dan bij te blijven. Wat mij heel goed werkt, uh, heeft, heeft gewerkt, is dat prikbord. Dus uh, die, dat prikbord was voor mij toen een soort van reflectie van mijn stem van binnenuit. Ja. En een herinnering buiten mezelf aan iets wat binnen mijzelf is. Dus er zijn heel veel dingen buiten ons die ons afleiden van ons ware pad. Uh, maar dat prikbord, en ik heb nu een prikbordmuur in plaats van een prikbord, dus dat het is vergroot. Ja, ja. Maar dat is een soort van um, real-life vision board. Dat, ja. dat mijn, mijn uh, innerlijke vuur en drijfveer constant spiegelt. Uh, wat mij constant herinnert aan. Oh ja, dit is mijn pad. Die raak ik aan van, oké, okay, en, en daar blijven we bij. Ja. Maar is dat ook niet de stem van binnenhuizen die de hele tijd op die prikkels in wil gaan? Of is dat dan een andere stem of iets? Misschien is dat de stem van uh, adrenaline en uh, gelukshormoontjes... die dan in je hoofd ja. worden aangeraakt omdat ook een je een stem. bevestiging krijgt. Ja. Um. Ja, dat is, voor mij is dat een andere stem dan de stem van binnenuit. Daar zit ja. veel meer uh, rust. Ja. Ja, ik vind het zelf nog best wel lastig om naar die stem te luisteren. Ik, heb vaak, ik vind het heel leuk om met muziek bezig te zijn... en om met filosofie bezig te zijn. Maar ik heb het gevoel dat die twee... En dat, ik denk dat dat twee passies zijn die echt in mij zitten. Ja. Maar ik heb het gevoel alsof ze elkaar heel erg tegenspreken. En wanneer ik in een soort van... Misschien in een paar weken waar ik heel veel bezig ben met muziek... ben ik totaal niet bezig met filosofie. Terwijl als ik heel erg bezig ben met filosofie... dan heb ik helemaal geen zin om muziek hm. te maken. En... Ik heb het gevoel dat het dat, of er twee stemmen in mij zijn die niet echt samen kunnen. Mm. Dan denk ik van ja, waar moet ik naar luisteren? Ja. Zou je willen dat die samenkomen? Dat zou mooi zijn. Ja. Wat, wat, wat ik toen heb gedaan met, met die drie, mm. want dit lijkt een beetje op. Uh, ik had een prikbord met drie woorden. Je hebt er nu twee: ja. is dat ik gewoon ben gaan kijken. Uh, stel je voor dat ik deze woorden combineer. Wat voor. ...combinaties zijn er allemaal mogelijk. Dus welke ja. activiteiten... Hmm. ...in welke activiteiten komen beide passies terug? Ja. En dan is, in, dan is gewoon brainstormen... ...of je een lijst kan maken van verschillende activiteiten. Um, en dan, ja, I don't know... ...misschien kom je in musea, filosofische musea... ...waar muziek wordt gedraaid. Oh, yeah. Maar, yeah, I don't know, weet je. Je, yeah. je kan op de gekste dingen komen. En je, je verzint gewoon zo'n hele lijst... ...en dan vervolgens kijk je over die lijst... En dan markeer je degene waarvan je voelt: van ja, dit lijkt me interessant om te onderzoeken. Uh, en wat, wat, wat mijn ervaring is. Kijk, het zijn sowieso al. Je gaat ervan aan. Het zijn passies voor jou. Op het moment dat je daarin komt. met die energie. en ja, dan gaat er iets gebeuren. Ja. <laughs> dus dan gaat het volgende ontvouwen. of je ontmoet daar iemand. of uh, je, je komt iets tegen. Uh, of je ontdekt iets in jezelf. Waardoor je de volgende keuze weer helderder wordt. Dus um, het is ook. Het is ook um, Flow, voor mij, voor mij is flow ook een, een, uh, uh, een ervaring en ook iets wat je opdoet door te ervaren. Dus het is, het is de eerste keer dat ik uh, die fietstocht ging maken, was ook een soort van lucky guess. Van nou, we gaan dit gewoon doen en we zien wel wat daaruit voortkomt. Mm -hmm. uh, en dan gebeurt het volgende. Dus, uh, en daarmee wil ik eigenlijk zeggen. Uh, Pin je niet meteen vast dat het eerste wat je doet ook meteen uh, je levensdoel zou moeten zijn? Ja, of zo. ja. Snap je? Hmm. Maak het niet groter dan het is. Het is gewoon de eerste stap op de trap, waarvan je het einde misschien nog niet weet, wat er bovenop die trap ligt. Uh, en mijn ervaring is wel dat op het moment dat je die eerste stappen op die trap zet, die eerste treden gaat lopen, dat die trap op een gegeven moment in een roltrap verandert en dan. Wow. Dat is niet boven. Jij had dus drie woorden: dat was communicatie, sport en. Aventuur. avontuur. Maar zou bijvoorbeeld ook kunnen, op het moment dat jij in een andere levensfase komt, dat een van die woorden minder belangrijk wordt en er bijvoorbeeld weer een andere bij komt? Ja, absoluut. Dus wat, wat, ik, wat ik nu op mijn prikbord heb, is uh, onderin uh, buiten spelen. En Dat is voor mij nog steeds <laughs> een soort van avontuur. En, uh, en die nieuwsgierigheid zit ja, daarin. Uh, ja. Sporten zit daar ook in, het buitenspelen. Uh, uh, aan, de, aan de andere kant zit uh, het creëren, dus het maken, uh, ja. boeken, teksten, voorstellingen. Um, en het delen. Dus die, dat zijn het spelen, het brengen, het delen van die uh, creaties met anderen. Dus. Uh, nee, maar dan komt toch het woord communicatie weer een beetje. Ja, die twee bij die, kijken. Ja, blijkbaar, blijkbaar voelde ik toen al goed dat dat wel een, een hele belangrijke pijl is was een blijvertje. In mijn was. Ja, 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 ja. ja, hij is gesplitst in tweeën nu, maar hij is nog steeds aanwezig. Ja. Ja. Ja, je hebt twee boeken meegenomen. En zeg ik het goed als dit boek, Het Geluksgevoel. Dat is ook een beetje het verhaal wat je zojuist hebt verteld, denk ik. En dit is dan eerder een soort van praktische uh, gids om. Ja, klopt. Dus in het geluksgevoel. Uh, ik, ik heb dit, het geluksgevoel heb ik geschreven, omdat ik op een gegeven moment in, in die bus zat en me realiseerde, uh, nou ja, wat ik, jullie, wat ik net heb gedeeld, hè, en voelde: wow, oké, okay. ik ga nu eens alles voor mezelf op een rijtje zetten ja. om op te schrijven hoe mijn reis eigenlijk is gelopen. En vervolgens ben ik, uh, ben ik dat gaan delen en dat is, uh, dat, is dat, dat boek geworden. Dus dat, dat mm -hmm. is echt het boek over deze reis. En. Uh, de voorstellingen die ik ben gaan spelen, vorig jaar maart speelde ik er een in uh, Nune En daarna kwam een meisje naar me toe, en zij was uh, 13 jaar geloof ik. En uh, zij vroeg aan mij, Erik, en hoe vind ik mijn flow? Dus uh, ik kan er natuurlijk nu over vertellen en over mijn ja. ervaringen. En, en ik neem mensen mee, ook mee op reis uh, tijdens die voorstellingen. En ik laat zien van, jongens, dit bestaat ook. Eh? Uh, er wordt ons verteld over het ideaalbeeld. Maar kijk, er is ook zoiets als een stem van binnenuit. En... Uh, in de, in de jeugdvoorstelling is bijvoorbeeld de kernboodschap... Erik is gemaakt om te eriken. Ik schreef drie woorden op een prikbord en dat ging ik dan maar doen. En jij, wat zijn jouw woorden? Waar ben jij voor gemaakt? Ja. Erik is gemaakt om te eriken en jij. Um, dus dat, dat, dat in de, in de voorstelling. En, en dat meisje, die ging de deur uit, maar die voelde... Oké, okay, um, en, en nu? En nu verder? En hoe ga ik dit toepassen in mijn leven? Dus zij stelde een terechte vraag... Uh, en ik gaf haar een antwoord in één minuut. Heel, de, heel die leerlingengroep die liep al naar buiten. Dus ik, ik had niet heel lang met haar om, om een antwoord te geven. Maar de vraag voelde zo groot. Ja. Dat ik, ik kreeg, ik kreeg instantie verschillende antwoorden binnen. Van hoe vind ik mijn flow? Ja, wow. Oké, okay, ik heb haar toen een antwoord gegeven, maar ik ging naar huis. En het voelde voor mij alsof ik nog geen volledig antwoord had gegeven. Ja. Dus in de ja. maanden daarna is die vraag met me meegereisd. En ben ik op gaan schrijven: Oh, ik kan ook dit antwoorden. Oh, ik kan ook dit antwoorden. Oh, ik kan ook dit antwoorden. En op een gegeven moment ben ik dat gaan verzamelen. En uh, anderhalf jaar later, dus in september, is uh, dit boek uitgekomen: Hoe vind ik mijn flow? Uh, als antwoord op haar vraag. Ja. Een soort praktische gids uh, die je meeneemt naar jouw flow. Dus in eerste instantie. Uh, hoe stem je af op die stem van binnenuit? Wat wil ik eigenlijk? Waar word ik enthousiast van? Om dat ja. te ontdekken met allerlei oefeningen. Uh, vervolgens, hoe maak ik dat concreet? Dus, oh, wow, oké, okay. ik weet dat ik enthousiast word van, van filosofie. Ik weet dat ik enthousiast word van muziek. Maar wat kan ik daar dan mee doen? Dus hoe, hoe maak ik dat? Anders wordt het, blijft het zo'n vaag, abstract iets, weet je wel? Ja. Dus hoe maak ik dat concreet? Iets waarmee ik iets kan doen in deze wereld. Uh, en vervolgens. Uh, ...kom je bij het ideaalbeeld uit. Want op het moment dat je daar iets mee wilt doen... ...ja, dan loop je er ook tegen aan dat je ooit dingen hebt aangeleerd... ...die misschien wel haak staan op dat je dat wilt gaan doen. Uh, ja, maar uh, wat vindt mijn vader daar wel niet van? Of uh, mijn moeder? Of Kan dat wel? Kan ik dat wel? Um, ja, dat kan jij. Oké. Okay, uh, dus, dus dan ga je kijken naar dat ideaalbeeld. En vervolgens uh, word je met het boek aangemoedigd om de sprong te maken. Om het ook echt te doen. Dus het boek uh, is echt een soort katalysator van... Uh, het ontdekken van je stem van binnenuit, naar het concreet maken, naar de hobbel overwinnen hmm. en het doen. En vervolgens, als je het gedaan hebt, dan kan je weer naar het begin en dan kan je weer opnieuw gaan afstemmen op je stem van binnenuit. En dan, dus het is eigenlijk een soort cirkel waarin je terechtkomt. Ja. En, en mijn ervaring is dat hoe meer je die cirkel er loopt, hoe vrijer je komt van de overtuigingen van dat ideaalbeeld. Dus hoe vrijer je wordt eigenlijk in je hoofd, hoe vrijer je kan meebewegen met je stem van binnenuit. Uh, en dan uh, kom je op een gegeven moment in een. Uh, florrijk leven terecht. Ik ben benieuwd. Klinkt goed. Ja, ja dat, dat was de intentie van het boek. Ja. ja, maar het is wel een vraag. Het is natuurlijk haar vraag. Maar ik denk dat het wel een vraag is... die denk ik heel veel mensen hebben. Ik heb in ieder geval heel vaak... als bijvoorbeeld gasten het hebben... en nu heb jij het over flow... maar we hebben ook mensen, uh, gasten die hebben het over... Uh, staat van verlichtheid bijvoorbeeld. Mm. Uh, maar dat zijn altijd wel dingen die... Dat, dan wordt dan over verteld. Dan denk je, oh, dat wil ik ook. Ja. Maar dan hoe je daar dan komt, dat is vaak. Uh, wat ja, dat mediteren. <laughs> ja. Ja, het. Ja, het is wel fijn dat, om dat concreet te maken. Ja. Omdat het anders is, het zo'n ding. Oh ja, er bestaat iets als flow, maar ik weet niet uh, of ik er ooit zou komen of ik zie wel wat. Er ja, gebeurt. precies. Het, het, ja, het nee, ik had. hou ervan wel van dat het. Uh, mijn, mijn reis die ik heb gemaakt, was ook gewoon. was met een fietstocht en een leven in ja. de bus. Dat was heel concreet en, en heel erg aards. En niet volg je licht dan kom je er wel, ja, weet je wel? Nee, dat precies. Is, uh, ja, ja uh, Dat meisje had met dat antwoord... hoewel het wellicht waar is... Uh, in een bepaalde zin... had dat meisje aan dat antwoord niet zoveel gehad. Nee. <laughs> dus uh, hoe, ik, ik heb echt gevoeld en, en nagedacht van... Hoe, hoe krijg ik haar mee in deze reis? Naar deze ervaring. Dus niet dat je woorden leest over wat flow dan is... maar dat je zelf gaat voelen... Wat het dan is. Ja, en en, ja. en, en hoe, het dan, hoe het leven zich ontvouwt. Hoe er ineens een tractor met een, met een sleepkabel op je pad komt. Ja. als je dit gaat uh, beleven. Alsof je ja. hem zelf opgeroepen had, bijna, uh, ja. Ja, ja het, het, uh, voor mij. Er zijn, er zijn zoveel van, ik heb zoveel van dit soort wonderlijke. wonderbaarlijke. Uh, synchroniciteiten. meegemaakt uh, op deze manier. Mm. Ja, en, dus, en, en het gaat niet eens per se om het. Um, dat je wonderen mee gaat maken, maar dat je in, in de rust in jezelf terechtkomt en voelt. Ik mag er al zijn zoals ik ben. <laughs> en, uh, en dat is genoeg. Ja. En vanuit daar ontvouwt het leven zich. Dat is ook. Uh, nou, jullie hebben het gedicht net gekregen. Dat is ook het tweede gedeelte van het gedicht wat ik voordraag uh, in de voorstelling. Um, dat gaat dan over de ontdekking. Dus in eerste instantie ging het over het ideaalbeeld. Maar de waarheid is, er is niets om bij te horen. Er is geen beeld om aan te voldoen. Er bestaat geen ideaal en je hoeft nergens naartoe. Hm. Je hoeft ook niets te zijn, want je bent van nature vrij. Je bent het van nature waard. Je bent volmaakt. Je bent heel, je bent compleet. Je bent één en enig. Het is er al altijd. Je bent volledig. Wat er ook gebeurt, wat iemand ook vindt. Of doet. Jij doet ertoe. Je bent genoeg. Precies zoals je bent. Je bent geen label. Je bent mens. Je bent liefde in een lichaam. En dit is jouw leven. Aan jou de eer. Om jouw bezieling vorm te geven. Erik Meister. Dit is soms nog een Ja, ja toch weer dat rijmen. En dan komt het toch wel weer dieper binnen. Mooi. Ja, mooi. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, dat sluiten we hem hierbij af. maar ja, zou ik wil ook wil zeggen even. eigenlijk. nog vragen naar het, <laughs> naar het voorwerp. Nou, doen we dat nog. Zal ja, je wil mijn voorwerp ja, ik, offer het, ik offer het mooie, het mooie einde op om toch nog even over je voorwerp te praten. Voor de vastigheid van het voorwerp. Ja, precies. Ja. Fijn dat je... Vasthouden aan het ideaalbeeld. <laughs> ja, ja, is... Is we zullen nog gaan stoppen. Je nee, hebt nee, nee, nee. nee, het hele tegenovergestelde geweest. Als jouw stem van binnenuit uh, mijn bidon wil, omdat hij daar nieuwsgierig naar is. Dan ja, ik, ben wel, ik, wel. ik vind het altijd het leukste onderdeel van de podcast: horen en het verhaal achter nee, voor. voorwerp. Dus, dus dat is helemaal goed. Um, mijn, uh, mijn bidon heb ik meegenomen. En uh, mijn bidon staat als metafoor voor de bidon die we eigenlijk in wezen allemaal zelf ook zijn. En we kunnen onze eigen bidon vullen met eh, frustratie naar wat er ooit in het leven is gebeurd. Mm. Kunnen onze eigen bidon vullen met eh, angst voor wat er eventueel misschien ooit zou kunnen gaan gebeuren. Kunnen onze eigen bidon vullen met woede. Ongenoegen naar wat er om ons heen gebeurt. Maar we kunnen er ook voor kiezen om onze eigen bidon te vullen met liefde voor wat er is. Mm. En als we daartoe in staat zijn. Dan heeft het leven magie voor ons in petto. Ja, nou, prachtig. Ik ben blij dat ik het naar heb gevraagd, Inderdaad. Oh, ik dacht niet dom omdat je aan het fietsen bent. Omdat je was. fietst, ja. ja. <laughs> heeft er ook mee te maken, natuurlijk. Ja. Ja, zo simpel is het Ja, ja. mooi. Goed in, Herné broek. Heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, dankjewel. Ja. Graag gedaan, jongens. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt. Om de zondag komt er om 10 uur een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een octopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope Moving Towards Happiness.